Zo, dames en heren die al ingelogd zijn. Ik pak even wat papier erbij. Het is een beetje ren- en vliegwerk weer vandaag. Even kijken. Ga ik even de verbinding maken. Kan ik gezellig weer meekijken. Misschien is het wel een beetje te overbelicht. Ik zal zo even kijken hoe dat overkomt op beeld van jullie. Oh ja, ik hoor mezelf alweer op de achtergrond. Heerlijk vind ik dat toch? Kijk, we mogen weer. Hoe is de verlichting, dames, vanavond? Oh, ik zal het papier even wegleggen. Stempeltje ga ik zo even laten zien, natuurlijk. Kijk, wat een gezelligheid weer. Zo. Nou, drink heb ik er al bij staan. Even kijken hoe de belichting zo is. Kunnen jullie het een beetje zien, dames? Verlichting goed. Oké, okay, top. Zo, pak ik even gauw mijn trimmer er nog bij. Kunnen jullie rustig allemaal eventjes inloggen? Zo. Even zorgen dat alles gelijk ligt. Dat vind ik voor mezelf altijd wat fijner werken, moet ik heel eerlijk zeggen. Zo, mijn beeld een beetje. Nee, jullie zijn niet in de war. Ik ben gewoon een beetje met mijn beeld aan het schuiven. Zo. Het is weer woensdag. We mogen weer. En wat is er lekkerder om met dit weer te knutselen? Heerlijk, moet ik zeggen. Zo. Dankjewel, Martin. Tot straks. We hebben weer een leuk, gezellig aantal kijkers, zie ik alweer. Ik doe even de belichting zo iets meer. Alweer 70. We gaan weer kijken of dat we boven de 100 uit kunnen komen, natuurlijk. Ik weet dat we laatst hadden een keer zelfs bijna 150, geloof ik, of 135, 140, zoiets. Dus hoe meer gezelligheid, hoe meer vreugd, zeggen we dan. Ik heb niet gezien wie er allemaal ingelogd zijn. Ik kan natuurlijk jullie alleen zien als jullie zelf gedag zeggen. En anders kan ik niet zien wie er allemaal meekijken. Maar. Ja, er zijn weer een hele hoop nieuwe spullen binnengekomen. Ik heb achter me maar liefst 6 dozen vol staan. En die gaan we eventjes opruimen van de week. En zorgen dat het ook allemaal online komt en in de winkel komt te staan. Vandaag ga ik eventjes werken met deze leuke nieuwe stempelset. Met allemaal kleine tekstjes en wat dingetjes. En, oh ja, let niet op mijn nagels. Er is er net hier weer eentje de lak afgegaan. Het is echt rampzalig deze week.
van de week even rustig de tijd voor nemen om dat opnieuw te doen. Wat hebben we nog meer? Oh ja, ik heb de... misschien hebben jullie er zin in? Even de nieuwe spulletjes van Elizabeth Craft Design. Dat is misschien wel even leuk, hè? Ik ben daar zelf altijd zo enthousiast over. Gek is dat, hè? Zo. Even kijken. Achter de schermen zijn we natuurlijk druk bezig met jullie bestellingen. Met het inpakken, met de cadeautjes erbij doen. De ballen van Crea Lies zijn eind van de middag allemaal binnengekomen. Dus we gaan een hele hoop morgen alweer verzenden naar jullie. En de Studio Light mallen die ik zondag heb laten zien. Die komen naar verwachting morgen weer binnen. Dus die zullen ook morgen en anders vrijdag meegaan. Zodat jullie het weekend zoveel mogelijk weer lekker om handen hebben om zelf aan de knutsel te gaan. Ik heb hier naast me liggen. Pak even de doos open. Ik heb het namelijk voor het weekend al binnengekregen. En ik moet zeggen, de tijd ontbreekt me een beetje om dat online te zetten dan. Maar daar gaan we even zo vluchten doorheen. Dan kunnen jullie het ook al zien. Ik zet de doos eventjes hier naast me. Mooie papier. Oh ja, de rekening hoeft niet, hè, dames. Rekeningen hebben we genoeg, zeggen we dan. Alweer heel veel leuks. Ik leg het even gewoon op een stapel neer, want ik heb geen idee hoe en wat. Zo. Maar komt goed. Zo. Even hier allemaal weer een plekje mee verzinnen. Huppakee. We beginnen met mooie papier die ik even aan jullie wil laten zien. En hij is echt super. Ik heb de afgelopen dagen al redelijk wat van het papier verkocht hier. En mocht je nog een mooi soort winterpapierachtig iets willen, dan is echt deze. Moet je eens kijken hoe mooi. Ik pak even de voorbeeldkaartjes erbij. Want Annie had alvast voor ons eventjes wat kaartjes gemaakt. En dit is toevallig met dit vel ook geweest. Gewoon een stukje papier. Stempeltje op rechte deelneming erop. En klaar is je kaart dan ook, hè. En hier heb ik er nog zo eentje. Het vel zit hier ook weer in. Heel simpel, meer heb je niet nodig. En ze heeft hem hier ook verwerkt met de nieuwe mal van Studio Light. De SL370, vergeet het niet meer. Jullie hebben hem zoveel besteld, dames. Heel erg mooi papier. Ik zal de vellen even snel doorlopen met jullie. Deze zit erin, een beetje bruin tinten. Kijk hier de achterzijde. Papier doet heel veel op je project. En je zag net, stukje papier, hoeft niet hele grote vellen. Een gedeelte daarvan is al heel erg mooi. Hier ook weer. Even dat jullie een impressie hebben van hoe het papierblok uitziet. Het zijn allemaal losse vellen, dames. Kijk, hier dit stuk had ze gebruikt voor de kaart, de liggende kaart die we net lieten zien. Kijk eens hoe mooi. Het spreekt zo lekker gelijk. En ik weet het, we zeggen altijd, we hebben papier genoeg. Maar dit soort papier, nou, dat kan je echt nooit genoeg hebben. En hier ben je overal de extra vellen van. Dus elk vel zit er dan ook weer dubbel in, zoals jullie zien. En soms moet je jezelf verwennen.
Leuk schoencadeautje. Leuk geprijsd voor €9,95. Zo. Ik doe hem even terug. Kijk, laat de voorkant weg. En dan blijft dit gelijk mijn papierblok. En hier zullen jullie wel redelijk wat voorbeelden mee voorbij zien komen. Want dat vind ik echt super mooi papier. Wat heb ik nog meer? Oh ja, ze hebben wat nieuwe stempeltjes. Ik zal ze even neerleggen. Even kijken, ik heb er natuurlijk meerdere. Even kijken. Die heb ik gehad, die ligt er. Oh ja, dit is nog een stempel, die nog een stempel. Die nog een stempel. Ik had het ook van tevoren uit kunnen zoeken. Had gekund, hè? Had ik deze al? Ja, die had ik al. Ja, dit zijn de stempels. Verschillende stempels die er zijn. Allereerst hier de mooie getallen. Super leuk om in te kleuren natuurlijk weer. Je hebt hier ook de letters van. En die staan al in de webwinkel. Deze staat op nabestelling. Ik heb hem dus op voorraad. Ik moet even de webwinkel weer kloppend maken. Maar die kan al besteld worden. Dan hebben ze wat nieuwe poppetjes weer. Noem ik het maar. Het winterkoppel. En de lady and gentleman. Meisje, jongetje. Kijk, heel leuk. Met zo'n sjaal lekker om. Mooie paardenstaart. Eindelijk iets van afbeelding van een jongen. En hier een jongeman. Met een mooie, prachtige dame. Dan hebben we deze. De Frosty Patterns. En die hoort een beetje bij het papier, vind ik wel. Kijk, dit is leuk dat je weer overal kan opstempelen. Beetje achtergrondjes mee kan maken. Heel erg leuk. Hebben ze hier nog eentje met een beetje takjes bloemetjes. Een beetje misschien iets dichterbij. En die vind ik ook super gaaf. En mijn favorietje is wel het uiltje met de vogel. Ik weet niet wat dit moet voorstellen. Ik denk iets van een rendierachtige dingen. Maar vogeltje vind ik heel mooi. Uiltje vind ik heel erg lief. En natuurlijk lekker om in te kleuren. Hè? Vind ik erg fijn. Dus dat zijn de stempeltjes. Nou, er zijn wel redelijk wat van op voorraad moet ik zeggen. Even kijken, dan hebben we nog leuke malletjes voor jullie. Allereerst deze met vrolijke teksten van winter en leuke lijntjes. Dus, dit lijkt wel een soort hartklopping, hartslagdingetje. Leuke teksten voor aan de zijkanten van je projecten. Kijk eens, deze prachtige bloemen. Mooi takje, leuk voor de uil ook weer om op te zitten misschien. Leuke pocket, maar dan een beetje geschaafd, geribbeld, zeg maar. Deze vind ik echt super gaaf. Oh ja, dat staat niet op de achterkant, hè. Maar een beetje lekker van die rondjes waarmee je al gauw iets opgevuld hebt. En die is er ook in de vierkantjes. Echt super leuk. We hebben een nieuwe pocket weer. En dat is de House, heet die. Ik weet niet of het helemaal de goede naam erop staat. Oh, de Winter Home Pocket. En hier zit er dan ook nog zo'n mooie mal bij. Met de vorm van een huisje. Stiksteekjes. Die je natuurlijk weer als label kan gebruiken als die gevouwen is. Hier zitten weer de rillijnen aan de zijkant. Hier zitten ook weer leuke getalletjes op. Leuke takjes. Boompjes, huisjes, hartjes. Erg leuk, moet ik eerlijk bekennen. En dan hebben we nog een pakje met kaneelrolletjes. Zei Ilse ook. Ik vond meer het gewei. Dan hebben we nog een pakketje met allemaal leuke stenseltjes erin. Zijn niet hele grote stenseltjes. Ik denk zo'n beetje... Ik zal even opmeten voor jullie. Maar soms is dat wel genoeg.
ongeveer 8 bij een centimeter of 12. Maar ja, je hoeft natuurlijk niet zulke hele grote stencils per se te hebben. Allemaal leuke patroontjes. En die twee. En volgens mij zijn deze 10 samen rond de 12,5 euro of 12 euro, 11,95. Zoiets daar in die richting. Dus dat was even in... Oh, wacht, ik heb er nog één. Deze. En die heet... De Snowy Window. En hij is bedoeld om dus zo'n window te maken. Waar je een beetje sheets tussen kan doen. Met wat schutmateriaal erin. Leuke takjes, boompjes, sterretjes. Sneeuwsterretjes bedoel ik dan. Dus ook die zijn op voorraad. Nou, dat was even de doos Elizabeth Craft Design, dames. Ze zijn echt super gaaf. Huppelijk. Oh ja, voor vanavond lekker simpel project. Even een slokje drinken. Dat zijn kaneelrolletjes. Oh, die man met die rondjes. Oh, ik vond het gewoon leuk. Ik had niet bedacht dat het iets zou moeten betekenen, zeg maar. Maar ja, maakt niet uit. Oh, 99 klanten zie ik online. Gezellig. We gaan even werken. Wat ik zei met stempeltje van Marianne Design. Dat is de nieuwe collectie. Die heb ik achter me liggen. Wat gaan we daarbij combineren? Beetje embossingpoeder. Oh ja, ik had nog nieuwe malletjes van getalletjes. Ik heb ze net gelijk even in zo'n zakje gedaan. De Van Nelly Snelle zijn ze. En die zijn volgens mij rond de 5,95, 6 euro. 5,75, ergens in de buurt. En die heb je in alfabet, maar die heb je ook in de getallen. We gaan zo meteen eventjes de getallen gebruiken. We gaan het stempeltje gebruiken. Ik heb hem hier al eventjes zelf uit de verpakking gehaald. Want ik had natuurlijk al een voorbeeldje gemaakt. Dus die kan de winkel in. Wat heb ik dan nog meer? Oh ja, ik heb een hele mooie stempel voor de achtergrond. En dat is deze. Dat is van My Favorite Things. En dat is een mooie rubber stempel. Dus het is niet de doorzichtige. Maar het zijn de dikke rubberen stempels. Ik zal hem even laten zien. Dit zit namelijk nog nieuw in de verpakking. Maar ik heb hem hier al op de stempelhulp zitten. Kijk, dat is zo'n lekkere rubberen stempel. Gaat je hele leven lang mee. Beetje schoonmaken af en toe. Doe ik natuurlijk niet zo heel erg graag. Ik kan ook gewoon in de stempel... Nou kijk, ik moet hem wel een keer schoonmaken, zien jullie? En die kan je gewoon heel mooi gebruiken om achtergrondjes mee te maken. We gaan een beetje werken met embossingpoeder. Ik heb wit embossingpoeder erbij zitten. Ja, die heb ik altijd in een bakje van de Chinees, moet ik zeggen. Sst. Karin, bedoel je hoe groot deze stempel is? Ik zal hem even opmeten voor je. Als je iets anders bedoelt, moet je het gewoon zeggen, hè? Deze is... 15 bij... Of 14,5, 15. Ja, 15 bij 14,5. Heel erg fijn werkt dat. En, en ik had net eventjes... Gaan we in de winkel gekeken. Twee lekkere felle kleurtjes en embossingpoeder. Mocht iemand zeggen, want ik heb het voorbeeld in zwart-wit gemaakt. Mocht iemand zeggen, nee, vind ik echt te saai. Dan ga ik hem lekker in een kleurtje doen. Dus geef vooral maar lekker commentaar, dames. Ik heb even een ponsje gepakt.
uit mijn eigen voorraad van vazen. En dat is zo'n heel klein tekje. Superleuk, heb je ook in verschillende maten. Waarom dat ze dit eronder doen, echt. Ik gebruik het altijd gewoon zo. Daar gaan we zo meteen even een klein tekstje van de stempel op stempelen. En dan heb ik dit kaartje voor jullie gemaakt. Heel eenvoudig. Maar wel superleuk. Ik ben wel zo'n zwart-wit mens, zeg maar. Beetje kleur eraan toevoegen vind ik wel leuk. Ik had nog een voorbeeldje gemaakt, maar ik weet even niet waar ik die neer heb gelegd. Hier had ik de achtergrond zelf even gemaakt met de in zwart stempelen van de cupcakes, om het zo maar te zeggen. En op het zwarte papier heb ik dat natuurlijk gedaan met de embossingpoeder. Kijk, en hij is echt super. Ik hou er wel van. Leuk, simpel, clean en simpel kaartje, dames. Heeft er iemand een voorkeur? Of dat ik deze ga maken, die of die? Roept u maar, maakt mij niet uit. De eerste die roept, dat ga ik doen. Ik kijk nu naar de laatste reactie van Jeanette. Zwart, wit en rood. Rood heb ik niet, schat. Zwart, wit... Ja, ik heb heel veel embossingpoeder in mijn bakje. Ik hou daarvan. Ik vind wit embossingpoeder kan je echt nooit genoeg hebben. Ik heb dit wit heb ik zo. Ik heb zwart heb ik zo. En volgens mij zilver en goud ook. wat we gaan doen. Huppelijk, hè. Oh, ik hoor me dat, als ik dan de filmpjes terugkrijg, dames, hoor ik dat mezelf de hele tijd zeggen. Ga ik ook niet, proberen niet meer te doen. De basis van de kaart heb ik gewoon eventjes uit een A4 gehaald. Ik had alvast even een strookje papier, als ik weet waar die ligt. Oh ja, kijk, hier had ik nog een verdwaald voorbeeldje. Maar die vond ik een beetje saai, moet ik eerlijk zeggen. Dus toen kwam... vanochtend Annie en die heeft even meegeholpen in de winkel vandaag. Was ik heel erg blij mee. En toen hebben we samen even deze bedacht. Dus die is, vind ik toch net iets leuker dan deze weer. Ik pak even een A4'tje erbij. Zo. Dan gaan we de kaart gewoon even maken. Ik heb van de week al 2 keer een glas water op mijn bureau om laten vallen. Niet slim. Ik snij hem gewoon even af op 13 centimeter. En op 26, dan wordt dit de basis van mijn kaart. En dan heb ik het zwarte nodig in 12 bij 12. Maar dan ga ik eerst even met embossingpoeder op. Zo, leg ik die even zo neer. Kan ik hem ook niet kwijtraken, hoop ik. Meestal zit in zo'n stempelhulp zit daar zo'n matje in. Ik heb hem even naast me neergelegd, denk ik. Vanavond, vanmiddag, vanavond. Zoiets. Ja, hier ligt hij. Het is toch knap dat ik altijd weer alles kan vinden. Kijk, zo ziet hij normaal eruit. En dit is natuurlijk bedoeld als je die doorzichtige stempeltjes gebruikt. Dan heb je namelijk die druk nodig dat hij wat hoger ligt. Als je zo'n dikkere stempel gebruikt, moet je het matje er even afhalen. Hier leg je gewoon simpelweg je papier in. Zo, leg ik even vast. Kijk, dit hoort helemaal transparant te zijn van kleur. Een beetje zo lichtgeel, lichtgrijs. Maar het is bij mij echt lekker donker. Wat je gaat doen is gewoon met je lijm
Dit is eigenlijk een soort lijm, alleen dan in inktvorm. Ga je over je stempel heen. En dan druk je hem gewoon af. Net zoals dat je gewoon normale inkt erop doet. Zo. Dan leg ik even een stukje papier onder, want dan doe ik hem. Oh, maar ik wou zeggen, waar zet ik nou het bakje neer dan? Nee, nooit geen drinken neerzetten waar je werkt. Oh, ik ben daar zo slecht in. Voordeel van zo'n groot bakje, dames, is dat je lekker ruim kan strooien. Ik kan natuurlijk netjes met een lepeltje of zo doen. Kijk, het overtollige komt dan weer hierop. En dat strooi ik zo weer terug in het bakje. Of lekker daarnaast zoals nu. Wel het embossingpoederbakje even dicht gelijk. Ik ken ook daar mezelf alweer in. Oh, ik ben een partij aan het knoeien. Sorry hoor. Kijk, daar heb ik niet genoeg inkt gehad. Maar maakt niet uit. Oh, zeg maar gewoon jij hoor. Anders voel ik me zo oud. Gaan we maar alleen even verwarmen. En verwarmen doe je met zo'n embossing tool, heat tool, craft tool. Dit is er eentje van Ranger. En ik moet zeggen, die maakt ook niet zo heel veel herrie. Dus kan ik gewoon lekker door blijven kletsen. En de embossing poeder zie je gewoon... Als je ermee werkt, zie je gauw genoeg, wanneer die warm genoeg is van kleur. Op een gegeven moment gaat dat oplichten, zeg maar. En met dit soort dingetjes moet je altijd wel even geduld hebben. Kijk, we hebben weer meer dan 100 kijkers. Wat gezellig. Ik had er ook even eentje extra kunnen voorbereiden natuurlijk, hè. Maar... Nou, volgens mij is hij er bijna. Hier nog een klein stukje even. Als die niet warm genoeg is geweest op die plek, kan je ze namelijk gewoon zo weer afwrijven. En dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Meestal kantel ik hem iets tegen het licht in. En dan zie je gauw genoeg of dat hij... helemaal goed verhit is. Gaan we gelijk even een stukje doen voor de cupcakes.
De taartjes, dingetjes, hoe we dat ook noemen. Die gebruik ik dan van het stempelsetje. En die doe ik gewoon eventjes op een kleerblok. En dat stukje zwart wat hier bovenop komt. Moet ik even opmeten, wat had ik ook alweer gedaan. Adrie, bedankt voor je leuke attentie vanmiddag. Tuurlijk. 9 bij 9. Ik snij even een stukje af. Negen bij 9 centimeter, dames. En die gaan we even bestempelen met de cupcake. En leg je er weer gewoon even wat onder. Zelfs een stukje papier kan natuurlijk wel, als we net gebruikt hebben. Jouw zwart papier lijkt te glanzen. Ja, dat lijkt zo, hè? Maar het is in het echt niet zo. Meestal kan je het beste beginnen in het midden. En dan zie je wel hoe je uitkomt. Ik vind het dan leuk om een beetje zo'n verspringend motiefje te doen. Oh, ik heb hem helemaal niet meer in kleur gedaan. Ik zit gewoon weer zwart-wit te doen. Oh, wat erg, dames. Ik zeg nog tegen jullie, mogen jullie lekker kiezen. Zie je, pak ik weer standaard. Ik zal hem even een kleurtje laten zien. Maakt het niet uit. Is net zo leuk. Oh, lekker fel. Mooi, oh. Kijk, maak je een tuutje, voeg je het gewoon weer terug in het dekseltje. En zo'n potje, dames, kost maar €2,75. Zijn in een aantal kleuren verkrijgbaar. Nou, ga ik deze even... De meeste waren voor zwart-wit. Oh, ik heb niet eens opgelet, Ria. Doen we dit gewoon even lekker in kleur. Ja, op de zwarte achtergrond zie je dat natuurlijk niet zo mooi. Anders ga ik hem gewoon even op wit doen, hoor. Oh, kijk. Die roze kleur die verdwijnt natuurlijk door het zwarte. Hebben jullie dat ook wel eens, dames, zeg maar niet nadenkt wat je dan doet? Maak hem al even af, hoor. Als ik voortaan stomme dingen doe, roep me gelijk terug, hè. Kijk, het roze verdwijnt hierop. Doe hem gewoon even op wit. Kan ook. 9,5, 9,5, zei ik, hè.
Of 9-9, sorry. 9-9. Gaat best goed vanavond. Ja, ik ga hem even op wit papier doen. En als het goed zit, moet hij dan wel roze blijven, ja. Anders er is iets niet goed met mijn embossingpoeder. Nou. Gaan we gewoon willekeurig hier even opzetten. Ach ja, soms vergeet je bij dat soort dingen gewoon na te denken, dames. Poging 2. Kijk, hij is zo mooi van kleur. Kijk, er zitten allemaal reststukjes papier in. Kijk, dit lijkt al heel anders, hè? Zo, doe ik dit even netjes weer terug. Nou, ga met z'n allen duimen of het goed gaat. Ik gebruik meestal het embossingpoeder van Wow. En als ik de witte gebruik, gebruik ik de Ultra Fijn. Dat is echt een hele fijne... gladde. Je hebt hem met sparkles, je hebt hem met eigenlijk alles wel wat je kan bedenken, alle kleuren door elkaar. Oh ja, kijk, dit blijft wel echt prachtig, moet ik zeggen. Ik zal hem zo meteen, als die klaar is, laat ik hem wel even iets dichterbij zien hoor. Ik moet zeggen, toen ik het stempeltje zag, toen dacht ik, ik vind hem eigenlijk net te klein. Kijk eens, zo is die toch alweer heel gaaf. Doen we er even gewoon een wit randje wel onder. Dus die moet dan 9,5 zijn. Maak hem even iets chiquer, zeg maar. Kijk, super leuk hè. Lijmen we er gelijk eventjes op vast. Mario vraagt, hoe lang duurt het als ik een bestelling plaats dat je hem opstuurt? Nou, ik moet zeggen, ik ben tot en met gisterenmiddag bij. Ik probeer meestal binnen 1 of 2 werkdagen. Of het product moet op nabestelling staan, dan ben ik natuurlijk eventjes afhankelijk van wanneer het binnenkomt hier. Maar wil je iets zeker weten wanneer je het geleverd krijgt, bel me anders even. Of als je zegt van nou, ik heb iemand die jarig is of ik moet het voor een speciale datum hebben. Stuur me even een berichtje of zet het erbij bij de opmerkingen, dan zie ik het ook. Vind ik geen enkel probleem.
Ik had ook een bestelling binnen die wilde speciaal voor de Sinterklaas nog wat eraan toevoegen. Dat kan allemaal. Bij sommige artikelen in de webwinkel staat namelijk op nabestelling. En dat is dan, heb ik het op voorraad gehad, maar is het product uitverkocht geweest. En dan heb ik het opnieuw besteld bij de groothandel, maar dan duurt het altijd een paar werkdagen voordat het hier weer binnen is. En zodra het hier dan binnen is, nou ja, we hebben de malletjes van Creolies vanmiddag binnengekregen. Dat was een beetje eind van de middag. Dus dan red ik het niet meer om dan voor 4:30 alles weggebracht te hebben. Dus dan ga ik daar gewoon de volgende dag weer mee bezig. En ik wou dat ik iets vlugger kon zijn, iets meer kon haasten. Maar dat lukt niet altijd, moet ik zeggen. Oh, kijk eens. Vind ik ook al zo leuk. Zo'n streepje ergens weer onderaan. Kijk, zo is die ook al super, hè? Oh, ja. Gaan we gelijk even lijmen. Kijk, zo zie je niks van dit stukje. Dat valt er zo meteen gewoon weer overheen. Zondagavond bestelling gedaan. Ik heb zo niet van iedereen in mijn hoofd zitten wie wat besteld heeft en wanneer het verstuurd is of wordt. Of dat het al klaar staat om morgen weg te brengen. Ik zou het zo niet durven zeggen. Stuur me anders zometeen nog even een privéberichtje. Dan kijk ik het even netjes voor je na. Ik wil er zometeen nog even een leeftijd op maken. Kan ik iemand blij maken met dit kaartje als die klaar is? Dat hij zegt van nou, ik weet wel iemand aan wie ik hem toe kan sturen. Roep maar. Maak ik die leeftijd er eventjes op en dan komt die kaart naar je toe. Oh ja, ik had het kleine ponsje. Waar is die? Strookje papier, ponsje, tekstje. Kijk eens hoe klein die tekstjes zijn, maar wel echt super leuk om weer te gebruiken. Er zegt iemand 40, 50 of 67, 27, 17... Nou, ik zie jullie namen natuurlijk bijstaan, dus dat is niet zo heel eerlijk. Ik zal even een van de kinderen roepen. Kijk, doen we hier even een klein tekstje erop. Feestje. Gaan we die even uitponzen. Tien. Willeke zegt 10 jaar. 29 december. Nou, dat vind ik leuk. Karen zegt, ik word volgende week 54. Ik zal even een van de kindjes roepen. Eerst even deze uitponzen. Maken we er even een heel klein gaatje in, zodat er een lintje weer doorheen kan.
Zo. Ik heb ook nog naast mij liggen een zwart-wit touwtje toevallig. Mijn kleine even schaar. Even kijken. Volgens mij loopt er een op de achtergrond in de woonkamer te zingen hier. Oh, kijk eens. Ik druk hem zo kapot. Heerlijk ben ik vandaag. Goed bezig, zeggen we dan. Even opnieuw. Even andersom, dan blijft hij misschien iets beter hangen. Doe het gewoon andersom. Verkeerde volgorde, maar kan altijd. Kijk, doen we eerst even het labeltje maken. Doen we daarna een stempeltje erop. Ja, grote inkdoos heb ik, hè. Voor zo'n heel klein stempeltje. Zo, daar komt iets beter uit. Nou, gaan we het touwtje nog even doorheen halen. Nou, de schaar wil ook al niet knippen. Zo. Als het maar eenmaal doorheen is, is het goed. Ja, kijk. Nu gaat het al beter. Oh, gaat echt soepel vanavond. Ik geloof dat ik deze maar niet op YouTube moet zetten. Hij is toch wel leuk. Ja, hij is toch leuk. Nou, doen we hier even een foamblokje onder. Iemand vraagt, Karin vraagt, staat alles wat je hebt laten zien in de webwinkel? Ik heb de achtergrondstempel met die streepjes. Heb ik erin staan, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb de witte embossingpoeder erin staan. Komt eraan hoor, Monique. En deze stempeltjes, die zal ik zo meteen of anders morgenochtend even toevoegen. Nog aan de webwinkel. Kijk, dit is natuurlijk dat setje waar de tekstje weer bij zit. En deze heb ik ook vanmiddag weer binnengekregen. Een handjevol aan mallen. Oh ja, we gingen nog even kijken wat voor nummer of wat getal erop moest. Ik heb hier toevallig wel wat getalletjes al klaar liggen. Even kijken, wat hadden we voor getallen? Ik roep even Aniek erbij hoor. Aniek? Ja, is leuk, zegt ze al. Hoorden jullie dat? Wat ga je verloten? Ik heb, ik moet een getalletje hierop maken. Ja? En ik heb gezegd dat iemand dan het kaartje mag hebben. Zou jij het getal 40 doen? Of 50? Of 67?
27, 17, 10 of 54? Of 42? Wat moet ik kijken? 62, 29. Nou, ik ga gewoon scrollen met mijn ogen dicht. En waar je dichtst bij zit, dat getal nemen we? Ja. Oké, nou, ga maar scrollen dan. Ze is even aan het scrollen hoor, dames, op de computer. Maar gelukkig is deze. Oh, staat niks bij. Ja, dan moet je dichtst bij zijn berichtje met een getalletje doen. De eerste het getalletje wat je ziet. 40. 40. En bij. En bij wie staat dat? Dan dat. Dat je. Tatjana van het Breek. Van Braak. Oh. Tatjana, een kaartje is voor jou. Maak er even 40 op. Wat dan? Is dat haar leeftijd? Volgens mij is ze 40 geworden, ja. Sst, niet vertellen, hè? Als dat zo is, gefeliciteerd. Volgens mij is ze vorige week, of de week ervoor, 40 geworden. Oké. Okay. Dankjewel, Aniek, voor je hulp. Mag ik ook? Mama. Wat wil je doen? Wat hij niet deed. Wat hij niet deed? Maar ik heb maar één kaartje, schat. Kijk, ik mocht een. Ging met mijn ogen dicht. Ging scrollen. Ze gaan nu even het van me overnemen, hè? Snappen jullie ook wel? Met een nummertje. En ik had 40 van. Tatjana. Zullen we nog Tatjana van Braak. Tatjana van Braak, ja. Kijk, 40 zet we hier is de... wel mooi. 40 is wel stoer, hè? Ja. Waar is het voorbeeld? Kijk, hier heb ik het voorbeeld. Die leggen we er dan even naast. 18, dat is mijn geluksgetal. Maar die kan je toch ook loten? Ja, maar ik heb niemand van de 18 erbij staan. Van de 18? Nee. Boeien toch? Maar ja, dan zoek ik wel even. Kijk, kunnen we hier nog 17 van maken? Dan kunnen we nog iemand blij maken. Kan deze er nog af? Ja, dat kan nog. Is iemand 17 dan? Ja. Wie dan? Aniek, er staan er volgens mij 2 in met 17. Die mag ik doen. Dan mag Aniek kiezen. Of Renske kiezen. Ja, want hier heb ik iemand die is 17. Heb ik hier nog een 7 liggen dan? Oh ja, die had ik Mama, hier al. Deze zegt 17. Ingrid zegt 17. En wie zegt nog meer 17? Ine. Ine. Nou, mag Renske kiezen? Dan komt deze naar de persoon toe die 17 heeft gezegd. Kijk, passen we hem gewoon even aan. Het is een aan. Mooi kaartje. Mooi kaartje. Oké, nu ga ik weer verder op de tv. Goed zo. Die, en hoe heet die mevrouw? Ines Winkels. Ines Winkels. Ine, deze komt naar jou toe. Tatjana, deze is voor jou. Kijk, 2 mensen blij gemaakt vanavond. Ja. Ja. En hadden we 100 kijkers? 102. 102. Je had er net 2 te veel. Ja. Weet je wat we dan nog een keer doen? Nee. Gaan we een nieuwe stempel set verloten. Kies er nog maar eentje uit onder iedereen. Even kijken. Mag je gewoon een naam kiezen die je leuk vindt? Ik ga wel even kijken. Wordt spannend! En die wint dan de stempel, dames. Ga ik ondertussen een beetje opruimen. Kan Renske even rustig kijken. Heb je er één? Noem maar. Peggy Hendricks. Peggy Hendricks. Die is de winnaar van de stempelset. Yay! Yay! Goed gedaan, dankjewel. Dus dan hebben we maar liefst 3 winnaars opeens. Zomaar van geen actie, geen winnaars, naar 3 winnaars. Dus ik zou zeggen, Peggy, voor de stempel stuur mij maar een berichtje.
Tatjana, ik weet dat jij van de week vast nog wel even langskomt in de winkel. Dus die ligt voor jou klaar. En Ine, deze ligt voor jou klaar. Mocht je een bestelling hebben geplaatst, gaat hij erbij. En anders komt hij naar je toe. Stuur me dan maar even een berichtje met de adresgegevens. Dan kan ik dat lekker naar jullie toe sturen. Voor iedereen niet te vergeten natuurlijk met de Sinterklaastijd. Liggen er hier nog wat cadeautjes klaar. Dus die komen met de bestellingen deze week en volgende week nog naar jullie toe. Dus dankjewel zou ik zeggen. Mocht je vragen hebben, laat het even weten. En anders ben ik er zondagavond weer. Rond de klok van 7 uur proberen we er weer te zijn. Ja. Gezellig weer. Dankjewel dames voor het kijken. En tot snel weer. Groetjes!